Ik ben Vicky van de Weijer, 52 jaar, heb 30 jaar op Ford gewerkt. 24 oktober 2014 kregen we te horen dat Ford ging sluiten. Dat was voor iedereen een domper, want iedereen was gelijk werkloos. Zich af, wat gaan we nog doen? Ik doe heel graag kerstdecoratie en ik wou daarin verder gaan. Dan ben ik bij Marcia van Alternatief terechtgekomen, die mij een stageplaats heeft bezorgd en ik ben terechtgekomen bij het Landelijk Sfeerhoekske in Hoeselt, waar ik met Jan de winkel uitbaat. Ik vind het ontzettend fijn voor te doen, want er is nog leven na de Ford. Op een bepaald moment heeft Marcia van Alternatief mij gecontacteerd of ik geïnteresseerd was voor iemand op stage te nemen. Toen is Vicky bij mij terechtgekomen en dat klikt enorm. Wij vullen elkaar aan en eigenlijk kan ik niet meer zonder haar. Ah, Redian.